Jack van Lieshout, activist in de kraakbeweging, die meedeed aan de demonstratie in Kedichem waarbij Wil Schuurman voor het leven gehandicapt zou raken. Heeft u daar spijt van? Nee. Geen spijt van? Nee. Dat is onvoorstelbaar eigenlijk. Ja, als je in de huidige tijd kijkt naar heel veel zaken van vroeger, dan kun je over heel veel zaken kun je vragen stellen. Ja, ik vind het moreel onvoorstelbaar dat je 28 jaar later niet gewoon kunt zeggen wat daar gebeurd is en wat deze vrouw is overkomen. Daar heb ik spijt van. Nee, ik heb zo ook daar geen enkele spijt van. Het feit is dat als je dat niet als vooropgesteld doel hebt, en dat is een belangrijke omschrijving, denk ik, dan is dat niet de intentie. En als het niet de intentie is, dan denk ik ook niet dat je daar op zich spijt van kunt krijgen. Wat is het dan? Het hoort erbij. Ja. Het zij zo. Het zij zo. Ik vind in het algemeen dat je geweld moet veroordelen, u niet? Oh, als we daar nog een discussie over moeten beginnen. Kort, dat is ja of nee, toch? Nee. Ten diepste is dat ja of nee? Nee. Nee, ik denk dat er altijd geweld gerechtvaardigd kan zijn. Het gaat alleen om welke situatie.